Hallo, ik ben Arthur. Ik studeer de richting bouw in Sint-Lucas in Brussel. Ik ben op de richting gekomen omdat mijn papa mij kwam zeggen van ja, Arthur, moet je niets doen in de bouw. Gelijk dat je overgrootvader, gelijk dat ik in de bouw zit. En dat heeft mij doen twijfelen. En ik ben eigenlijk dan gaan zoeken waar dat ik een open deur had. Of dat ik, waar jij kon zien wat de richting mij bevalde. En toen kwam ik in Sint-Lucas terecht. En ben ik eigenlijk ook gestart in Sint-Lucas. Hoe zit het eigenlijk een beetje in elkaar? In je eerste jaar zie je vooral, heb je vooral veel vakken gelijk wiskunde, fysica, sterkteleer. Dat zijn drie belangrijke vakken. Dan heb je 6 uur atelier. Je hebt constructie. Dan zie je eigenlijk vooral in het eerste jaar bouwknopen en bruggen. Dan heb je ook materialen, bouwmateriaal. Dat is niet zo'n leuk vak, maar je moet het wel leren. In het tweede jaar heb je ook weer 6 uur atelier. Ietsje belangrijker, want dan leer je een appartementsblok tekenen en een industriehal. En je hebt dan ook nog een kijkstage in je tweede jaar van ongeveer 5 werven. En het derde jaar waar ik nu in zit, is eigenlijk het belangrijkste. Daar heb je vooral veel atelier. En veel stage, want je tweede semester wordt benut voor je stage. En eigenlijk je derde jaar vond ik eigenlijk het meest makkelijke, omdat je dan eigenlijk quasi alles herhaalt van wat je hebt geleerd in de afgelopen 2 jaar. De richting bouw is ook niet echt zo moeilijk, want we hebben heel goede leerkrachten. Het zijn eigenlijk leerkrachten die uit de praktijk komen. Dus architecten, ingenieurs, bouwleiders. Die komen eigenlijk hun expertise aan ons brengen. En ik ben zelf een persoon die niet zo goed is in wiskunde, fysica en sterkteleer. En ik zit ook in mijn derde jaar nu, wel met het vak sterkteleer van het tweede jaar te moeten meenemen naar het derde. Maar dat gaat sowieso lukken. Mijn klas bestaat nog altijd uit, denk ik, 70% van degenen die met mij gestart zijn. Er zijn 20% die in het tweede jaar zitten met atelier, omdat die ja, atelier in het tweede is niet zo echt makkelijk. Je moet echt wel willen werken, soms ook nachtjes doorwerken. Maar voor algemeen is het slaagpercentage eigenlijk wel redelijk hoog in richting bouw. Wat ik ook niet mag vergeten is dat we elk jaar een studiereis hebben. In mijn eerste jaar ben ik naar Amsterdam, Eindhoven geweest en Rotterdam. En in mijn tweede jaar ben ik eerst in Antwerpen gestopt en dan in Keulen. En dan zien we eigenlijk verschillende soorten werven in de omgeving, waardoor je eigenlijk een beetje meer inzicht krijgt over de leerstof dat je gezien hebt gedurende het jaar. Als er vragen zijn, stel ze gerust. Ik wil ook gerust contact opnemen met jullie en jullie via Skype mijn cursus laten zien of mijn werkstuk laten zien, zodat jullie een beetje meer een beeld hebben van wat dat wij allemaal in bouw doen.